van mijn historische dag voor Leeuwarden. We zetten vandaag een geweldige punt op de I, zou je kunnen zeggen. Project waar we nu staan, hè, de hele herprofilering, renovatie van het Wilhelminaplein Saailand, heeft letterlijk en figuurlijk heel veel voeten in de aarde gehad. Je had het telkens over een punt op de I en het afsluiten van iets, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een heel mooi nieuw begin, wat we hier met z'n allen vieren vanavond. Met dit prachtige kunstwerk waarvan we zo meteen de lichten, de ledlichten gaan ontsteken. Ik heb tot nu toe, nou ja, voornamelijk positieve reacties gehad op het kunstwerk. Ik heb één reactie gehoord van een walvis, wat moet dat nou in Leeuwarden? Maar goed, zonder wrijving geen glans, dus dat mag ook. Het is groter. Maar het is ook kleiner geworden dan ik had bedacht. De kop van de walvis was bij de mannen van Staal. De kop is bijna 18 meter lang. Verschrikkelijk groot. Maar hier in de steeg was die. Hij kan 10, 9, 8, 7.